Mee fietsenhandel van Velling tot Spaak. Mee van de Zaande. Hé, hey, Mehmet. Ja, hoe heet er een? Goedemiddag. Jij brengt hem maar langs. Ik ben op zoek naar... Nee, niet meer dan 7,5 uur, hoor. Ja. Oh, nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, dan krijgen wij hier wel lopen. Ik ben op zoek naar een deugdelijk rijwiel. Hé, hey, maatje, je hoort toch dat ik aan het bellen zei? Van Boeschoten. Hey. Hier staan de mees. Kom mee. Zo, kom maar aan. Zo, heer. Zeg het maar. Goedendag. Ik ben op zoek naar een rijwiel. Een fiets. Ja, dat kan. We hebben hier nog wel schoon modelletje staan. Dat is bijvoorbeeld... Dat is een showroom modelletje. Dat is van een oude vrouwke geweest. Die had er nooit mee gefietst. Zo'n frame nummer uitgeveild. En dat mag weg voor 1700 euro. Omdat je uit staat. 1700 euro? Dat vind ik behoorlijk aan de prijs. Ja, het hoeft niet, hè. Je kunt ook zonder fiets naar huis gaan. Dat steekt mij niks. Hebt u wellicht ook... elektrische fietsen? Moet je goed opletten, weet je. Elektrisch, ja, die hebben wij wel, maar dan komt er wel in een heel andere prijsklasse terecht. Nee, dat doen wij niet. Hier, heb er een. Oké, bedankt. Dat is een heel schoon modelletje. Arwee. Voorzien van een 24 traps accelerator en een lithium batterij van 240 mega-ampère. En een actieradius van toch al ruim zo'n 5 kilometer. Maar ja, die komt dan wel op, zeg kijken, inclusief kostenrijk klaarmaken, lijkverzekering, want ja, niemand is te vertrouwen tegenwoordig, op 2800 euro netto. Ach, dat is interessant. En je moet natuurlijk rekening houden met een levertijd van een half jaar tot 6 maanden, hè. Zou ik misschien een klein proefritje kunnen maken dan? Ja, dat doen wij hier normaal gesproken niet, maar vooruit. We maken er geen gewoonte van, hè. Doe maar een stukje rijden. Nou, deze fiets trapt wel erg zwaar, moet ik zeggen. Ja, jij wilt toch een elektrische fiets? Wat verwachtte jij dan met zo'n accu achterop? Tja, als u het niet erg vindt, zou ik graag er nog even over nadenken. Oh, gaat dat zo? En mij mag je mee die oude troep laten zitten, zeker? Wat wil de nadek doen met die fiets? Moet ik hem soms opvreten? Hé? Hey? Nou, nee, dat hoeft nu ook weer niet hoor, maar ik bedoel eigenlijk... Mooi. Een heel verstandige keuze, meneer. U zult er geen spijt van krijgen. Dat wordt dan 3400 euro, alstublieft. Bedankt en tot ziens. Houd u wel. Peter van Riemsdijk, tweewielers. Koop bij de man die repareren kan.